Hier is Wouter. Welkom bij deze video. Hebben jullie wel eens gehoord van boterkoffie? Nee? Nou, die ga ik even maken. Want misschien een beetje boter erbij in de koffie. Kan altijd wel lekker zijn. Nou, hier is het koffiezetapparaat. We doen er een Senseo zakje in. Die pakken we hier uit. Dit is Senseo van de Jumbo. Dus even gratis reclame voor de Jumbo gemaakt. Ja, of je erheen wil, moet je zelf weten. Je kan natuurlijk ook naar een andere winkel voor reclame te maken. Of om koffie te kopen. Maar goed, we hebben een zakje, we hebben een kopje, we hebben wat zoetjes, tenminste hoop ik. Ja, er zou vast nog wel wat in zitten. Doen we erin, 1, 2, 3. Een beetje suiker. Oké, even openmaken. Het gaat een beetje moeilijk, ik doe het met één hand, want ik ben aan het filmen. We doen het suiker erin. Zou dat genoeg zijn? Denk het wel. We doen het kopje eronder. We doen dit dicht. We zetten hem aan. En we hebben water nodig. Want deze is bijna leeg. Dus even wat extra water erin. Oké, we zitten bij de kraan. En doen we het water erin. Top. Doen we de kraan weer uit. En dan kunnen we deze weer terugzetten. Even wachten. Doe ik even de camera weer pauze, maar dan kan ik hem weer terugzetten. Nou, we zetten de koffiezetapparaat aan. Dan gaat hij knipperen. En dan gaat hij zo de koffie eruit laten lopen. Zo, de koffie is klaar. Zoals jullie zien. Dus even wat boter erin. Doe ik even wat boter in de koffie. Kijk deze. Hartstikke lekker. Moet je ook eens proberen. Zo, klein beetje erin, een beetje roeren, ook een klein beetje melk erin, en dan heb je een kopje koffie. Nou, nu even de koffie proberen. Ik heb al even geroerd, dus alles zit goed door elkaar, dus even kijken of het lekker is. Ja, het heeft wel een lekker smaakje erbij. En het is ook niet ongezond, want boter is goed voor de mens, heb ik wel eens gehoord. Dus lekker een beetje boterkoffie. Goed, ik bedank jullie voor het kijken naar deze video en tot de volgende keer. Doei, hier gaat Wouter.